Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen, ook de Groentjes. En welkom in deze vlog. Wij zitten lekker even in de zon. Gisteren hebben we lekker chill dagje gedaan, Myrthe. Ja, en Myrthe gaat even zo met de Cosmo erop spelen. Ik ga hem even pakken en gaan we eens even wat opnemen. Lekker muziekje hier, Myrthe. Heb je mama muziekje bedienen? Lekker hoor. Lekker hoor. Oh, stop je weer. En mama is even aan het stickeren. Het is best leuk zo'n stickerboek. Ik zet even een linkje in de beschrijving onder. Goedemiddag op deze dinsdagmiddag. Vandaag heb ik even de ochtend rustig aangedaan. En ik ga nu met Myrthe naar de kinderkliniek even controleren vanwege het vernevelen en de longen. Dus daar gaan we naartoe. We hebben een afspraak met een longconsulent. En voor de rest heb ik vanochtend nog even gebeld met mijn kleuters. En dat was zo leuk, was zo lief. En ook zo gelachen. En ja, dat was even videobellen. Mijn collega's staan nu er voor de klas. En deze week en volgende week werk ik nog niet. Waarschijnlijk dat ik daarna weer ga oppakken. Maar ik moet ook kijken of dat nog lukt met de dagbesteding van Myrthe en zo. Maar goed, we gaan het even zien. En Myrthe ziet er echt zo leuk uit vanavond, vind ik. Kijk. Goed zo. Goed hoesten. We zitten even lekker in de tuin met het licht. En oh, we hebben zo gelachen saampjes, hè? Ja, we hebben zo gelachen samen. We hebben zo gelachen samen. We waren dus bij de longconsulent. En toen op een gegeven moment was Myrthe wat leek wat benauwd. En de longconsulent ging luisteren. En die dacht, oh, oeps, saturatiemeter. Dus dat klinkt weer heel goed. Nou ja, uiteindelijk is het toch ook de arts voor de zeker gecontroleerd. Ook altijd even. En die heeft ook nog even geluisterd. Maar totdat die arts kwam daartussen, heeft Myrthe dus gewoon alleen maar gelachen. Ja, heb je alleen maar gelachen, hè, boef? En maar lachen ging Myrthe, en maar lachen. En wij ook. Ze kwam niet meer bij. Echt. En toen ging de arts luisteren. En toen bleek er gewoon niet zoveel aan de hand te zijn. En gewoon vanwege dat knorretje te komen. Die geluiden extra. Hè? Ja, zo ging je lachen. Zo ging je lachen. Zo ging je lachen, hè? Boef. Hallo allemaal. Het is nu dinsdagavond. Myrthe zit nog even hier. En die ga ik zo naar boven brengen. En ik heb zo waar de tuin leeg gehaald. Zit nu wel in de auto alleen. Dus nu moet ik even kijken of snel mogelijk naar de stort kan. Maar het begin is er in ieder geval. Mocht iemand denken dat ik een beetje rood hoofd heb, ja, dat klopt. Ik heb vandaag de hele dag in de buiten gewerkt. Ik ben een beetje verbrand, dus zeker met het rode of met het korte haren gaat het wat sneller. Alleen pas achteraf merk je vaak dat je verbrand bent. In ieder geval ik wel. En ik heb er wat leuks binnen gekregen, wat ik eigenlijk wel wat vaker heb gedacht heb om te gaan kopen, omdat het wel leuk is. Alleen dan op een gegeven moment ik moet je prioriteiten stellen. En nu eigenlijk dacht ik van, leuk moment. Dus dat. En dat is dit. Het is trouwens niet gesponsord. En op zich als je de doos bekijkt, dan kan je wel een beetje raden wat iets het zou kunnen zijn. Maar ik ga hem even uitpakken. Maar dan doe ik eventjes een mesje erbij pakken. Een mesje erbij. En zowel Sarah, ik als Myrthe hebben er wat aan. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. Een familie-instrument-achtig iets. En ja, het is een instrument. Oh, ik heb het afgeklapt. Maar welk instrument? Zal hier een opklapbare gitaar in zitten? Wil je jou filmen, schat? Ja, dat zou kunnen. Is het instrument? Je kan hem op. Eén keer gebruiken. Oh. En dan is hij op. Maar gelukkig hebben we nog een paar. Komt er een... ik weet het. Een schutei. Nee, een triangel. Als je nee, zo'n schutei. Hier, achter zich meten. En nu is het tot deze doos. Made in Germany. Nou, mensen kunnen het al raden. Ja? Ja.
Want? Aan de voorkant, aan de titel, dingen wat erop staat. Ja, daaraan. Slagwerk. Want het is... Een scheet. Nou. Hij is echt mooi. Het is erop met een kajon. Kajon. Oh, kajon. Maar je zegt, er staat kajon. Ja, maar je schrijft als kajon. Het is Juan. Dat schrijf je met een J, maar je zegt wel met een G. Oh, het ruikt echt lekker. Oh, ik heb echt een heksenlach eigenlijk, hè? En dus, nee. Dit is de bedoeling, of tenminste, je kan erop zitten. Nee, oh nee, hier zo. Kijk, we lachen dan. Ik ben blij ermee. Nou, ik denk dat Mint dit ook wel kan voelen. Zeker als we het naast zeggen zitten. Dus dat is echt cool. Speelt Sarah gesnaarde bas. En dan kan ik ook zo'n soort van bas spelen zonder dat ik letters, ja, dus het ding hoef te lezen. Want ik denk dat ik hier veel meer gevoel voor heb dan dat ik, nou je weet wel zeker eigenlijk, ik heb hier veel meer gevoel voor dan dat ik een gitaar of een piano of iets moet spelen. Heb ik allemaal geprobeerd, maar dat werd er niet. Dus wie weet zien jullie ons een keertje samen iets doen, spelen daarin mee. Morgen op deze woensdagochtend. Ja, zondag, een zondagmorgen en het is woensdag. En we nemen jullie een klein stukje nog mee op deze woensdag in deze vlog. We hebben net een fotograaf even hier op bezoek gehad. Uiteraard gepaste afstand, alles erop en eraan. Laat het even voorop stellen. Zeker. Voor het Nederlands Dagblad. Daar hebben we zo meteen een interview via de laptop over ons huwelijk. Niet zozeer meteen over Meerte dit keer, maar over ons. Wij zijn bijna 10 jaar getrouwd. Oh, ben je er een beetje tevreden over eigenlijk? Nee. maar weet jij onze trouwdatum wel? 18 juni. Ja. Is 2000 toch? Of 2002? 2002. Nee, we hebben 10 jaar getrouwd. Duh. 2012. Nee, nou. 2010. Ik denk ook even, ja, 10 jaar getrouwd. Ja, 2010. Maar goed, Mint zit hier. Hey, dat is wel goed, hè? Want dat betekent wel dat ik elk jaar eraan denk. Nou, ik wil dit jaar. Maar goed. Het gaat toch beter dan met die verjaardag? Ja, precies. Nee, dus wij gaan zo even online het interviewje doen. We zijn nu druk aan het puzzelen ook deze dagen. Met betrekking tot wel gaan werken weer. Ik wil wel weer het werk een beetje gaan oppakken. Nog eens voor zolang het onderwijs is, maar dat heeft nog een hoop voet in aarde. Ja. Het is nog een hoop gepuzzel vanwege Mirte en de dagbesteding en wel de taxi en een hele hoop vragen nog wat best wel wat onrust meebrengt. Ja, en of jij gaat werken en hoe. Ja, dat zeg ik net. Vandaag. Oké. Okay. Dus, nou, wij gaan even ons klaarmaken. Wij zitten er klaar voor het interview, online interview met het Nederlands Dagblad. Van bruine kop. Rode kop. Nou, ik moet zeggen, ik vind nog wel altijd met van armen valt er wel mee uit. Ja, maar je hoofd nu ook wel gelukkig. Dus. Nou, we hebben echt een superleuk interview gehad. En er zijn een paar leuke foto's ook gemaakt van ons nog. Dus dat is echt heel fijn. En we zijn nog met een heel leuk project bezig. Daar hebben we vanavond ook een telefoongesprek voor gevoerd. We kunnen er nog niks over zeggen. Maar ja, wil je weten wat dat gaat worden? Abonneer even op ons kanaal. We weten nog niet wanneer of hoe of wat we erover wat gaan zeggen. Maar even abonneer even ons. Dan blijf je even op de hoogte. Druk even op het belletje. Dan krijg je ook de mails wanneer we onze vlog online zijn. En like even als je deze video leuk vond. En we hopen jullie heel snel weer te zien. En voor nu zeggen we doei.